Misschien toch nog even tijd voor vragen. Dat kan nog? Ja? Oké. Slide van opiaten stond daar zo bij, CRC 17% en 90%. Wel, ja, daar heb ik even overgeslagen. Die NACC staat voor nucleus accumbens. Een zeer centraal bolletje in onze hersenen, ongeveer achter uw neus. Hè. Een miljoen kernen zitten daar. Maar 10% van die kernen, dat is eigenlijk het centrale schakelpunt in de motivatiestreng die van onderaan de hersenen naar de frontale cortex gaat. En 10% van die neuronen zijn opiaatgevoelig. Dus voor genot en aangenaam gevoel. En 90% is dopaminegevoelig. Dus dat betekent eigenlijk dat de drang om te gebruiken veel meer wordt, om opiaten te gebruiken, veel meer wordt gestimuleerd door een drang, door frequent gebruik, hè, dopamineverhoging, en minder door het lekkere, het aangename, het, van de opiaten. Wat er wel gebeurt, dat is wanneer je met opiaten in ontwenning gaat, voelt je zo rot slecht, dat je daarvoor dan terug opiaten gaat gebruiken. Maar de verslaving, en dat vergeten heel wat verslavingstherapeuten, dat is dat ze methadone geven en alleen als vervanging voor opiaten, maar vergeten dat het verslavende van verder blijft bestaan. Dat men iets aan die, met die dopamine moet doen. Dat men eigenlijk, en dan is naltrexone, maar dat is een beetje een detail, interessanter om die opiaatreceptoren af te dekken en dus de surplus van de opiaten eigenlijk te verhinderen. Dat was de bedoeling van dit, maar ja, de tijd belette mij dat. Ja? Bij de slides van alcohol stond hogere concentratie. Dus dat is een wetenschappelijke onderbouwing. Hogere concentratie. Dat stimuleert volgens mij tijdens alcohol. Allee, dat is allemaal. En ik snap niet waarom de hogere concentratie. Ja. Dat zijn zo van die moeilijk uitlegbare situaties van als je verdoofd wordt, hè, dan vallen een hoop concurrerende prikkels weg. En kunt u meer concentreren op ene prikkel, op weinig prikkels. En dat gebeurt bij alcohol. De alcoholverdoving, misschien moet ik het straks eens proberen, maar zorgt ervoor dat dat allemaal geroezemoes wordt rondom u. Hè. En alleen uw gesprekspartner, met wie je gaat praten, die hoort je nog. Hè. Dus je concentreert u daarop. En veel ingewikkelde, genuanceerde denkpatronen heb je ook niet meer. Je blijft hangen aan één eenvoudige gedachte, waarvan dat je het gevoel hebt dat je heel lucide, dat je iets wereldverbeterends hebt gevonden. Dat is eigenlijk het verdovende van alcohol. Ja. Dat is een hele uitleg over het brein eigenlijk. Met alle receptoren en alle stoffen. Als gesprekstherapeut, dus los van een methadontherapeut, maar als gesprekstherapeut. Wat doet je? Wat kunnen wij daar bij aansluiten? Ja. Wel. Ik ben blij dat u die vraag stelt, want u hoort, u heeft al gehoord dat ik in mijn verhaal dat niet iets is dat men hier aan de universiteit doseert om mensen op te leiden, maar dat eigenlijk gekleurd wordt door mijn ervaring. Dat ik het functioneren van onze hersenen en het effect ervan, van die drugs. Op onze neurotransmitters, dat ik dat afschilder als iets waar we echt wel heel veel controle kwijt zijn. Dat dat enorm kan interfereren in onze gewone omgang met de wereld, met anderen en met onszelf. En daar zitten mensen met een verslavingsprobleem mee. Zij voelen zich ontzettend machteloos tegen wat er hen overkomt. Zij weten niet wat er hen overkomt. Waarom ga ik elke keer terug drinken? Waarom blijf ik roken terwijl ik weet dat het niet goed is? Waarom kan ik dat niet laten? Waarom herval ik elke keer? Dus die machteloosheid, daar komen mensen mee binnen. Omdat ze natuurlijk geen enkel besef hebben dat dat processen zijn waar ze geen vat op hebben in hun hersenen die het hen juist moeilijk maken. En
Gesprekstherapie, in mijn ogen, is iets waar we mensen luisteren naar mensen, ze proberen te ondersteunen en ze proberen sterker te maken om toch terug zich te verzetten tegen de alomtegenwoordigheid van alcohol of nicotine en om dus te gaan zoeken welke mechanismen er spelen die het hen moeilijk maken. Vanuit het idee dat je niet sterker wordt dan zo'n product waar je verslaafd aan waart, maar dat je slimmer kunt worden dan die verslavingsmechanismen, om ze dan te omzeilen. Ja, hier vooraan nog. Ja, ik heb al heel veel met wat bedrijven en inmerken in de werking van LSD en de medicijnen. Ik heb ook een en ander geleerd. En dat voel ik mij heel erg af van het hele ding van flashbacks van LSD. Ik weet dat er heel veel geschreven wordt dat er urban legends zijn, die geïnstalleerd zullen zijn om mensen af te schrikken. Maar ik zag nu al op een slide van het wordt ergens terug opgeslagen en het kan terug vrijkomen. Dus ik vroeg mij af of je daar iets meer over kan. Ik kan alleen maar vertellen wat ik hier gezegd heb, dat ik ook tegengekomen ben in de literatuur en ik vermoed het toch wel eens van iemand hebben horen vertellen dat zij het gevoel hadden dat een trip of dat een vreemd gevoel zich terug opdook op een moment dat het lang geleden was dat ze nog iets gebruikt hadden. En dat associeer ik met de vetoplosbaarheid van LSD. En dus als dat, cannabis is hetzelfde. Cannabis kan ook langer tijd in de vetlagen blijven zitten en loskomen als je wat aan het trainen bent. Ja. Niet dat je dan iets voelt, maar urine zal wel scoren, wat cannabis betreft. Hè. Ja. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ja. Dat u uitgaat van een soort van farmacologisch determinisme. Dat ja. Dus als een druk maar vaak genoeg gebruikt wordt, dat er dan sowieso verslaving ja. Zijn. Dan ziet u dan inderdaad drugs als het probleem en de oorzaak van verslaving? Of zou u ook drugs kunnen zien als de oplossing voor mensen die andere psychologische problemen hebben en dat proberen op te vullen met drugs? Ik kan beide zo zien, maar verslaving is een gevolg van frequent gebruik en van een losgeslagen leerproces en drang, hè, waar de ene mens gevoeliger voor zal zijn dan de andere, en is voor mij minder het gevolg van achterliggende problemen. En dat is iets waar ik jarenlang wel in geloofd heb, dat mensen met achterliggende problemen of gemis aan een pak vaardigheden gevangen zijn geraakt door die drugs, frequent zijn gaan gebruiken. En als die achterliggende problemen opgelost zijn, dat die drugs niet meer nodig zijn. Daar geloof ik niet in. Verslaving is een autonoom proces dat eigen farmacologische, deterministische mechanismen volgt. Anderzijds kan ik me voorstellen dat mensen op zoek naar zichzelf, naar beleving, hun voordeel zouden kunnen doen met bepaalde producten. Maar dit is een tocht in de woestijn. Er bestaan geen goed gevalideerde, onderzochte handleidingen van wie wat dan best kan gebruiken van wat er op de markt te krijgen is. Zelfs de psychofarmaca uit de farmaceutische industrie, daar is de voorspelbaarheid wat het effect zal zijn, wat kan helpen, wat niet kan helpen, ook relatief beperkt. Maar het is altijd beter dan niks. Dit is één van de producten waar men eigenlijk het beste voorspelbare effect mee heeft. Ja. Ik moet opletten wat ik over de farmaceutische industrie zeg. Ja. Ik moet daar in het algemeen mee opletten, want als psycholoog ben ik daar niet voor voldoende gevormd om over farmacie te spreken. Over verslaving wel. Vooraan. Er zijn veel mensen die ook druk gebruiken om een spirituele ervaring te beleven. Maar je hebt ook mensen die gewoon opstaan op een gegeven dag of gewoon door meditatie en spiritualiteit terugkomen. Kan je spiritualiteit dan linken met iets dat fout gaat? In de wereld van Smith en Smith, want dan zou gewoon alle filosofen die het over
horizontale transcendentie hebben, gewoon eigenlijk ja, een hele theorie daarover gewoon genieten. Wel, wat wij benoemen, hoe wij werkelijkheid omschrijven, dat kan gaan van meetbare werkelijkheid, met een meetlatje, tot ervaren werkelijkheid, waar je dan kan spreken over transcendente meditatie, maar dat is niet meetbaar. Maar dat zijn werkelijkheden die werkelijk zijn voor de mensen die daar iets mee zijn. Ze worden werkelijk in hun consequenties. Mensen voelen zich daar beter mee en, of kunnen daar een coherenter leven mee leiden. Dus ik zou daar niet spreken van foute neurotransmitters. Maar ook transcendente mensen die transcendent mediteren, daar zijn neurotransmitters actief. Er zijn zenuwen actief. Hè? Maar ik kan me inbeelden dat door oefening dat je daar op een andere manier bedraad geraakt dan mensen die van voetbal houden, bijvoorbeeld. Is dat niet dezelfde soort spiritualiteit als dat? Ik heb wel dezelfde ervaring opgegaan. Ja, ze zoeken dezelfde ervaring op, maar is dat dan zo? Is dat dan echt dezelfde ervaring? Daar heb ik echt geen wetenschap over om te zeggen dat zal zo wel zijn of dat. Eerder al dat heel veel van de ervaringen die opgewekt worden door drugs, ook kunnen opgewekt worden door fysieke dingen, handelingen te ondernemen. En ik denk dat meditatie daar dat ook wel een voorbeeld van kan zijn. Ja. Terwijl dan ook de runners high kunnen krijgen, dat men verslaafd kan raken, dat is groter. Denk ik dat er een gelijkaardige effect gewicht kan gebruiken voor meditatie. Ja, maar hoe benoem je dat dan, hè? Die runners high bijvoorbeeld, die ken ik ook. Ik ben ook loper. Dat is niet zo fantastisch hoor. Maar dat helpt wel. Als je kilometer 20 of 30 aan het lopen bent, moet je wel toegeven van het zal wel die runners high zijn dat ik geen pijn voel. Dat ik kan volhouden. En achteraf zijn ze heel content dat je gelopen hebt. Maar echt high. Ja, maar dat zal de ene tegen de andere zijn. Maar we moeten opletten met dat soort benoemen van gebeurtenissen die toch wel heel subjectief zijn. Maar het is ontegensprekelijk zo dat er endorfines loskomen. Daar dienen ze voor, hè, om de pijn niet te voelen als je zware inspanningen doet. Dus, nog één vraag. Oké, daar. Een verslaving levenslang. Ja en nee. Wij denken dat het leerproces, de gevoeligheid voor bepaalde stoffen die men frequent heeft gebruikt, pakweg alcohol of nicotine, dat die gevoeligheid wel blijft. Dat die niet weg is. Hè? Maar dat betekent niet dat men daar levenslang afhankelijk van moet blijven. Men zal wel moeite moeten blijven doen om dat wat uit de weg te gaan. Hè? Al zal men, als men 30 is, in omgevingen komen waar cocaïne vlot aanwezig is. Ik noem hier maar de Oude Markt na 1 uur 's nachts. Of waar het verkocht wordt op de... ik ben het even kwijt. Als je 60 bent, kom je daar niet meer om dat uur. Dus dan gaat het daar niet meer mee geconfronteerd worden. Maar neem iemand die een zware nicotineverslaving heeft gehad, die zou ik toch niet aanraden om terug te gaan roken. Ook al is hij mijn leeftijd. Dus die gevoeligheid die blijft. Oké, dank u wel.